In deze video geven we antwoord op de 10 meest gestelde vragen over Anne Frank. Waarom is Anne zo bekend geworden? Anne is bekend door het dagboek dat ze schrijft tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze kan erg goed schrijven, bijvoorbeeld over hoe het is om op te groeien tijdens de onderduik en hoe ze over zichzelf en de wereld om haar heen denkt. Hoewel Anne soms wanhopig en somber is, blijft ze positief en optimistisch. Wanneer krijgt Anne haar dagboek? Anne krijgt het dagboek voor haar 13e verjaardag op 12 juni 1942 van haar ouders Otto en Edith. Ze mag het zelf uitzoeken in een boekwinkel in de buurt. Wie is Kitty? In het begin schrijft Anne aan een groot aantal fictieve vriendinnen, zoals Pop, Kitty, Emmy, Pien, Connie, Lou, Jet en Marianne. Dit zijn voor een deel namen uit de boeken van de Nederlandse schrijver Sissy van Marksveld. Uiteindelijk kiest Anne voor één fictieve vriendin. Kitty. Hoe is het leven van Anne voor ze onderduikt? Anne wordt geboren in de Duitse stad Frankfurt am Main. Als Hitler en zijn nazi-partij in 1933 aan de macht komen, verslechtert de situatie voor Joden. Anne's ouders, Otto en Edith, besluiten naar Amsterdam te verhuizen. Anne voelt zich daar thuis. Ze gaat naar school, leert Nederlands en krijgt nieuwe vriendinnetjes. In mei 1940 valt het Duitse leger Nederland binnen. Als het te gevaarlijk wordt voor Joden, besluit de familie onder te duiken. Hoe lang zit Anne ondergedoken? Anne zit ondergedoken in het achterhuis van 6 juli 1942 tot en met 4 augustus 1944. In totaal 761 dagen, ruim 2 jaar dus. Met wie zit Anne ondergedoken? Anne duikt onder samen met haar ouders Otto en Edith, haar zus Margot, Herman en Auguste van Pels en hun zoon Peter en tandarts Frits Pfeffer. Herman van Pels is een medewerker van haar vader, Frits Pfeffer een kennis. Wat voor persoonlijkheid had Anne? Anne is druk, een grapjas en staat graag in het middelpunt. In het achterhuis komt ze erachter dat ze eigenlijk uit 2 Annes bestaat. Een oppervlakkige en een serieuze. De oppervlakkige Anne is de clown die hartelijk kan lachen om een schuine grap. De serieuze Anne denkt diep na over zichzelf en de wereld om haar heen. In haar laatste dagboekbrief schrijft Anne hoe jammer ze het vindt dat ze haar serieuze kant nog niet aan de mensen om haar heen heeft kunnen laten zien. Verveelt Anne zich wel eens? Nee. Meestal heeft Anne meer dan genoeg te doen. Het liefste schrijft ze in haar dagboek, maar ze houdt zich ook op andere manieren bezig. Ze studeert veel. Ze leert Frans, Engels, Duits, meetkunde, algebra, geschiedenis, aardrijkskunde, mythologie en biologie. En ze leest graag. Vooral biografieën, boeken over geschiedenis en soms een roman. Ze luistert samen met de anderen vaak naar de radio, om het laatste nieuws over de oorlog te volgen en naar muziek. En er moeten natuurlijk ook allerlei huishoudelijke klusjes gedaan worden. En soms doet ze ook kantoorwerk voor de helpers. Verveelt Anne zich dan nooit? Ja, vast en zeker. In haar dagboek schrijft Anne dat ze vooral de zondag erg saai vindt. Dan slapen de volwassenen een gat in de dag en dan komen de helpers ook niet langs voor een praatje. Anne gaat dan ook maar slapen, want dan gaat de zondag sneller om. Wie heeft Anne Frank verraden? Het staat niet vast dat de onderduikers zijn verraden. Er kan ook een andere reden zijn voor de inval van de Sicherheitsdienst, de inlichtingendienst van de nazi's. Tot nu toe zijn er alleen maar theorieën. Bewijs is er nog niet. Er wordt trouwens nog steeds onderzoek naar gedaan. Hoe oud is Anne als ze overlijdt? Anne is 15 jaar oud geworden. Ze bezwijkt in februari 1945 aan vlektyfus in het concentratiekamp Bergen-Belsen.